Spelotheek Reuzekeus bestaat dit jaar 40 jaar. Carmen, van harte gefeliciteerd. Dank je, weet ik. 40 jaar, dat moet volgens mij gevierd worden. Ja, we hebben 10 september hebben we de open dag gehad met de culturele opening. En daar hebben we voor de grote mensen hebben we het al gevierd. Met een leuke actie daarbij dat je tot het einde van het jaar gratis lid kan worden. En afgelopen week donderdag en volgende week donderdag wordt het nog bij de Peuterochtend gevierd met de kinderen. Oh, wat gezellig. Wat gaat er gebeuren? Ik moet je eerlijk zeggen, dat heeft die andere commissie besloten, die donderdag Peuter Speelochtendcommissie. Kom gewoon gezellig langs met je kinderen en laat je verrassen. Dus op donderdagochtend, ja, dat is al heel lang volgens mij, hè, dat er een gezellige speelochtend is voor de jongste kinderen. Ja, vanaf 9 tot en met 11 uur kunnen gewoon kinderen tot en met 4 jaar met ouders en verzorgers, oma's en opa's. Oppas, oma's en opa's kunnen hier gezellig bij elkaar zitten onder genot van koffie en thee. En met de kinderen spelen in onze ontmoetingsruimte. Vertel eens, wat hebben jullie eigenlijk allemaal in de collectie? Nou, onze collectie is heel breed. Het gaat van constructief speelgoed, alles wat je in elkaar kan zetten, met je handen kan bouwen. Fantasiespeelgoed, alles wat we niet ergens in een hoekje kunnen plaatsen. Denk aan poppen, auto's, Playmobil, Duplo, babyspeelgoed. Verkleedkleren hebben we heel erg veel. Spelletjes, gezelschapsspelletjes, buitenspeelgoed, steps. Het is heel breed. Educatief speelgoed, muziekspeelgoed. Eigenlijk, het is weinig wat we niet hebben. En dit jaar dus, tot aan het eind van dit jaar, dus helemaal gratis voor het lid worden. Ja, je mag gratis lid worden. Normaal is die contributie vanaf volgend jaar dan 15 euro per jaar. Dit jaar is het dan gratis en je betaalt alleen een kleine bijdrage voor het uitlenen van het speelgoed. En wat moet er dan bijvoorbeeld nog betaald worden voor het uitlenen? Het gaat vanaf 25 cent tot en met 3 euro. 3 euro is meestal een heel groot buitenspeelgoed met een heel grote skater of heel nieuw duur speelgoed. Maar het meeste is toch tussen de 25 cent en een euro. Dat is goed te doen. Dan kun je in de speelgoedwinkel geen spel verkopen. Nee, absoluut niet. En het is duurzaam. Je kan het na 3 of 6 weken weer terugbrengen en je kan weer nieuwe speelgoed uitlenen. Zo verveel je ook nooit. En dus ja, dus als kinderen dus ja, toch soms al snel uitgekeken zijn op een spelletje. Ja, kun je dan voor een paar weken daarna weer iets anders uitzoeken? Jazeker. En je hebt de kosten niet. Het staat niet op zolder ergens waar je denkt na 2 jaar, wat moet ik ermee? Mijn kind is uitgekeken. En zo maak je kinderen ook weer blij. Wanneer is de spelotheek open? Onze spelotheek is open donderdagochtend van 9 tot en met 11 en op zaterdag van 10 tot en met 12 uur. Dus je kan het ook combineren als je naar de bibliotheek gaat, een boodschapje gaat doen. Kan je ook nog langskomen. Maar ja, de spelotheek draait wel op vrijwilligers. Ja, de spelotheek draait volledig op vrijwilligers. En dat is op dit moment een zeer groot probleem. Zeker voor de zaterdagochtenden. Om andere vrijwilligers ook een beetje rust te geven. Een weekend, vrij weekend te geven. We doen het allemaal vanuit ons hart. Maar op het gegeven moment wordt het ook te veel om te combineren. Dus als mensen tijd hebben, 1 keer in de maand voor 2 uurtjes hier te willen staan, zijn ze van harte welkom. Waar kunnen eventueel enthousiaste ouders of grootouders of iemand die denkt, nou, medewerker worden bij de spelotheek lijkt me leuk, waar kunnen ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden bij ons bij de Bali direct tijdens onze openingstijden of onder e-mail sturen naar sotkrimpen@gmail.com. Jullie hebben ongetwijfeld ook pas nog wat nieuwe dingen aan de collectie toe kunnen voegen. Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ons budget elk jaar. We hebben een wensboom, daar zijn ook weer wensen van vervuld. Mits het past bij ons. We hebben een nieuwe wasmachine aangevuld waar kinderen ook mee kunnen leren. En mama's en papa's kunnen helpen met het huishouden. We hebben een nieuwe speelgoed van, ik moet eventjes spieken, van Playmobil aangeschaft. Smart games hebben we aangeschaft. Dus elk jaar komt eigenlijk uit ons budget weer iets daarbij. Kijk, prachtig. Nou, allemaal leuke dingen en een feestje aanstaande donderdag dus voor de jongste peuters. En maar om het spelletje voor te laten bestaan, zijn dus nieuwe vrijwilligers wel heel hard nodig. Heel graag, zijn heel erg welkom. We zijn een mooi kleinschalig team. Als je vrijwilliger bent, heb je ook nog een aantal voordelen. Zoals bijvoorbeeld, we gaan 1 keer per jaar uit eten of we ondernemen iets leuks met elkaar. Met de kerst doen we ook nog elke keer iets leuks. Ik vond het al die jaren mooi
dat die kinderen gewoon naar binnen komen. En je ziet de kinderen stralen als ze weer naar buiten gaan. Want het is echt een soort speelgoedwinkel. Waar ze gewoon ja, die wensen kunnen uiten en alles gewoon kunnen meenemen. Kinderen kunnen ook spelen hier. Jullie jubileum ziet er helemaal feestelijk uit zo. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Carmen, dankjewel voor je toelichting. En hopelijk nog vele jaren voortbestaan van de Spelotheek Reuzenkeus. Dat hopen we toch.